Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb gisteravond... Ik was helemaal op. Ik zeg tegen Niels, ik kan niet meer. Dus ik ben mijn nest in vertrokken. Ik was zo moe en ik sliep ook echt vrijwel direct. Ik had nog aan Niels gevraagd van doe even de vaatwasser en even stofzuigen alsjeblieft. Want dat heb ik niet gedaan. Dus Niels heeft dat nog gedaan. En ik weet niet hoe laat hij naar bed is gegaan. Want ik was koekoek weg. En nu is de crash weer geopend. En zit Sam heel eventjes in de loopwagen. Maar die gaat zo lekker de box in om te slapen. Die begint er nou genoeg van te krijgen. En die andere twee zijn aan het ruzien. Dit is hoe het er nu hierbij is. Hoe is het, heren? Gaan we nog elkaar stoppen met vervelen? Ja. Ik ga er even korte metten mee maken, want anders word ik weer koekoek. Hij verveelt zich echt zo erg. Ja, had hij maar moeten luisteren. Dan had hij nou gewoon lekker kunnen spelen. Ik heb net de chirurg aan de lijn gehad. En ik baal als een stekker. De komende maanden is er geen plek om een OK-dag te reserveren voor Jordi. Of in ieder geval een OK-moment te reserveren voor Jordi. Omdat er allerlei regeltjes momenteel gehanteerd worden. RS-virus, COVID. Nou, ga zo maar door. Ze zegt, ik krijg gewoon geen OK-tijd. Ze baalt als een stekker. Ze weet dat als wij bellen, dat Jordi slechter en slechter gaat. Ze zegt, de enigste manier om dit misschien iets sneller te laten verlopen, is toch de KNO te gaan bellen. Dus die heb ik gebeld. Ik heb het verhaal uitgelegd. Ik heb er ook bij gezegd. Op dit moment is Jordi zo stokdoof als maar zijn kan. Hij heeft enorm veel ademstops. Het is niet alleen zijn buik. Het is alles, het hele plaatje. Ik heb uitgelegd hoe dat de vork aan de steel zit. Ik heb uitgelegd dat de chirurg op wacht staat. Dat wanneer er een plek is, dat de chirurg tijd vrijmaakt om daar haar ding te kunnen doen. Ik heb alles uitgelegd en uitgelegd en uitgelegd. En de telefoniste die heeft het afsprakenbureau gesproken. En ze gaan mij vandaag als het goed is nog terugbellen. Ik hoop dat er plek is. Want de komende maanden is bij chirurgie geen plek. Dus dan kan Jordi voorlopig niet geholpen worden. Dus dat betekent dat we uiteindelijk weer aan gaan komen op spoelen. Zover mijn baalmoment. Ik ga eventjes kinderen naar bed brengen. En zorgen dat ze lekker gaan slapen. Iemand is hier wakker geworden. Ja. Goedemiddag. Ja, geef maar gauw hier, want als papa dat ziet. Papa vindt namelijk dat ik niet de tut in mag laten. Nee, mag niet van papa. Nee. Nee. Dat is de afstandsbediening, hè? Dat is niet de bedoeling. Nee, we gaan niet direct geest kijken. Ik wil wel voor jou Bing even aanzetten als je dat wil. Nou, het is alweer 4:55. YouTube doet vrij lastig. Hij is wel aan het uploaden, maar er komt iedere keer tijd bij. Ik wacht het heel even af. Ik heb net eventjes een buikpijnaanval van Jordi op kunnen vangen. En ik heb ook nog het Radboud gesproken. De eerste mogelijkheid dat hij terecht kan voor een combinatieoperatie is halverwege september. En dan via de KNO. Dus dat betekent dat ze de KNO, die doet dan zijn oren, zijn neus, zijn keel. En dan komt de chirurg op bezoek voor de botox en de biopte. Want die gaan ze ook nog afnemen. Dus dat zal waarschijnlijk, dat is halverwege september als het over.
Ze zegt, ik ga erop toezien dat hij ook echt op die lijst staat. Dus dan gaan we maar afwachten. Ik weet het niet. Ik ga zo ook een berichtje sturen even naar de chirurg toe. Dat ik een telefoontje heb gehad dat het halverwege september ongeveer zou zijn. Maar voor nu eventjes zorgen dat hij zijn oranjeatje drinkt. Want hij wou niet drinken en het is alweer 4:30. Dus hij moet wel iets van vocht binnenkrijgen. Liam die blijkt of hij het ruikt. Ik ben hartstikke chagrijnig. En het blijkt wel of Sam het ook ruikt. Ik ben hartstikke chagrijnig om het feit dat ik eerst zoveel moeite moet doen en dan pas iets weet. Maar in ieder geval, dit is eigenlijk een beetje de conclusie. En ik heb net, hij knijpt even in mijn teeth. Ik heb net, ik heb ook tegen haar gezegd, zeg, ik moet af en toe gewoon echt op mijn tanden bijten. En dat weet ik ook. Zeg maar, ik hoor hier niet goed van. Zegt ze, dat snap ik ook echt wel, zegt ze, want het is gewoon niet grappig meer. Ik zeg, precies. Ze zegt, en bij chirurgie moet je echt nog veel langer wachten. Ik zeg, ja, daar kwam ik achter, ja. Kijk hoe laat het is. Ik ben gewoon al om 3:00 begonnen met uploaden, hè. Ja, dit is zo'n mooi. Hoppakee. Sowieso, sorry voor de herrie. Boomba, die staat op. Jordi's favoriet, natuurlijk. Voor de mensen die af en toe denken, ja, hè, verdorie, het is nog steeds niet op tijd. Ik doe het ook omdat ik het leuk vind. Dat ten eerste. En ten tweede, het is niet mijn werk of zo. Ik krijg er niks voor. Ik ben wel loyaal. Hij staat altijd, probeer ik hem op tijd online te krijgen. Alleen ja, ik heb gewoon 3 kinderen. 3 kinderen. Waarvan eentje beperkt is. En eentje gewoon echt meer zorg nodig heeft. En eentje die niet luistert. Liam, hou daar nou eens mee op. Nee, je hoeft niet daarin te klimmen. Die loopwagen is niet bedoeld omdat jij erin mag klimmen. Ik doe het gewoon omdat ik het vrijwillig doe in principe. Omdat ik het leuk vind. Ik doe het niet omdat ik er geld voor krijg. Nee. Op de eerste plaats ben ik altijd een moeder. Die voor haar kinderen zorgt. Volgens mij heeft er hier iemand gescheten hoor. Maar goed. Ga ik zo uitzoeken wie dat is. Ik heb het idee dat Liam dat is. Maar ik zit net te bedenken dat is die wortelstam van gisteren. Maar dat tezijde. Ik krijg hier niks voor betaald. Ik doe gewoon omdat ik het leuk vind. Niet om iets anders. Dus dat. Dat gezegd hebbende. Ik doe mijn best om gewoon te uploaden. Alleen, het kan niet altijd op die goede tijd zijn. Serieus, ben je me nou aan het irriteren? Baby. Hallo? Ben je het doen? Ben jij aan het stinken? Dat is die wortelstamp. Ik ga hem gauw verschonen, want het is niet te doen. Ik ben een hele slechte moeder. Hoezo? Waar heb je gedaan? McDonald's bestel. Ik had zo druk met Jordi gehad. En ik zeg tegen Niels, ik red het niet om op tijd eten te laten hebben. Dus hebben we voor de eerste keer ook voor de jongens Happy Meal besteld. En ik moet zeggen, Jordi doet het eigenlijk best goed, want hij heeft gewoon op dit na een hele hamburger op. Wel met een filmpje natuurlijk, maar hè. Hij eet het lekker op. Een paprette vestje weer aan maken. En Liam, die is ook lekker aan het bunkeren. Oh.
Voor de mensen die trouwens zeggen van, ja, maar Jordi heeft toch een buikpijnaanval. Ja, dat klopt, maar Jordi heeft geen buikpijnaanval op het eten wat hij nou krijgt. Jordi heeft een buikpijnaanval omdat zijn hiersprong gewoon weg flink aan het opspelen is. En dat heeft er niks mee te maken met wat we hem voeden of voeren, want wij weten inmiddels al wat hij wel en wat hij niet kan verdragen. En bovendien, Jordi kan niet tegen bananen en tegen pastasoorten. Zoiets kom je al gewoon op jonge leeftijd achter bij kinderen meestal. En dit is niet het probleem wat voor Jordi zorgt. Het zorgt juist wel dat zijn ontlasting wat vetter wordt en dat het er juist beter uit zou moeten komen. Dat dan weer wel. Maar ja, we gaan het gewoon zien hoe dat het allemaal loopt. En hij heeft al ooit eens McDonald's hamburger op, dus we weten dat hij het kan verdragen. En toen was het alweer avond. We gaan naar bed. En wat hebben we gedaan? Ik heb voetbal gekeken. En met Jordi geknuffeld. Want Jordi wou niet slapen, hè? Uh-huh. En ik heb hier gepoetst en opgeruimd. En het is nu weer netjes. Het is nu weer toonbaar. Ik durf nu weer te zeggen, Liam, je kan van de grond eten. Niet omdat er zoveel ligt. Dat was straks nog wel het geval. Oh. Ja, toen hij net klaar was met eten, wil je? Ja. Oh. Kom, je hoeft het opruimen. Ja, je ruimde het op. Nee, je hebt een hond hier rondlopen en ja, dat is gewoon zo. Een hele goede morgen. Ik ben deze vreedzak even de fles aan het geven. Die had honger. Het is ook alweer kwart over acht of zo. De andere twee dikkoppen die hebben al een fles gehad. Luier verschoond natuurlijk. En vandaag komt om 9:00 de fysio. Dus ik moet dadelijk eventjes mezelf gaan vaccineren. Wat ik de afgelopen dagen absoluut niet gedaan heb. Dus... En de kinderen aankleden. Wat Liam absoluut niet leuk gaat vinden. Want hij vindt het leuk om er als zijn moeder uit te zien. Ook in slons. Dat is oprecht zo. Als ik nou dadelijk met een lange broek aankom, dan moet hij niet. Hij doet het omdat ik zeg dat het moet. En Jordi precies hetzelfde verhaal. Maar nee, ik hoef hem niet voor mijn lol om te kleden of zo. Dat vinden ze gewoon niet leuk. Dit is een ander verhaal. Als ik daar al een shirt overheen trek, nou dan gaat ze zitten lachen. Dus die vindt dat niet erg. Kom je doen? Nee, je gaat niet op mama zitten. Hij is jaloers, joh. Hij is echt jaloers. Geef ik hem de fles, knuffel ik met hem, doe ik alles. Dat is echt bij elk kind hetzelfde. Bij Jordi doe ik dat ook. Bij deze gapen doe ik het ook. Nou, komt hij aan. Nee, hij moet weer dubbel en dwars knuffels hebben. Zou dat komen omdat het het middelste kind is? Geen idee. Ja, mama Marie. En toen had ik iedereen een stuk kleding aan zijn kont zitten. Jordi is nu met de fysio weg. Sammy heb ik lekker een... boxpakje aangegeven van de Action. En Liam heeft een bij elkaar geraapt zooitje, want ik heb een hele hoop was en ik kon niet zo snel iets vinden. En wat staat er op jouw t-shirt? Laat eens kijken. Ik lijk op mijn moeder en dat is maar goed ook. Hij begint steeds meer op zijn vader te lijken. Nou Monique, ik weet dat je kijkt, maar dit ding waar jij zegt dat het herkenbaar is, dat klopt. Want er zitten iets van 18 verschillende soorten deuntjes op. Hij is namelijk elektronisch. Dus daar zit van alles zit daarop aan liedjes. Ik hoor zelfs kerstliedjes. Ja, ik heb het ding via AliExpress gekocht. Het ding draait rond. Ik hoef niet steeds... erheen te lopen om dat ding weer aan te draaien. Wat dat betreft ben ik een luie mama. Als het makkelijker kan, wil ik het makkelijker hebben. Ik heb hem gekocht toen Liam
geboren is. Want Liam die was helemaal gek op dat ding. En ik werd op een gegeven moment gewoon moe van dat ding aandraaien. En sindsdien gebruiken we dit. Oké, storytime. Jordi is nu nog wandelen. Als mijn kinderen meewerken tenminste. Maar goed, storytime. Dan gaan we ongeveer naar een jaar geleden. Zoiets, ja, want Liam die lag nog in de duowagen als klein babytje. Toen was het corona. En het mooie was, wij hebben hier een groot park waar je kan lopen, waar je kan, ja, in ieder geval je ding kan doen. En het was mooi weer, dus Niels en ik zeiden tegen elkaar, laten we gaan lopen. Dus wij lopen langs het park op en toen was het zo dat iedereen nog wel buiten mocht zitten en in één huishouden mocht je dan met een groepje zitten, weet ik veel. In ieder geval, iedereen zat daar op een kleedje, gezellig tussen de honden drollen. Nou, wij lopen daar en Jordi die had de tijd van zijn leven. Die zat, ik zweer het je, ik probeer het even te filmen. Jordi zat eigenlijk zo in de buggy voorop. Liam was een babytje. Dus Liam deed niet veel, als alleen een beetje nam nam nam. Maar in ieder geval, wij lopen dus langs een stuk grasveld waar dus mensen zitten. En Jordi die zit daar zo. En wat krijg je dan op een gegeven moment? Mensen zien dat Jordi down heeft. Mensen zien dat er iets mis is met Jordi. Of in ieder geval, voor ons is er niks mis met Jordi. Dat moet je niet zo interpreteren natuurlijk. Maar ja, in ieder geval, ze zien dat Jordi iets heeft. Dus die zitten allemaal zo te kijken. En ik kijk Niels aan en Niels zegt tegen mij, nee, je houdt je mond dicht. En Niels is ook een flap uit wat dat betreft. Maar ik was nu degene die zoiets had van, ik ga er iets van zeggen. Maar dan ga ik het niet persoonlijk tegen die mensen zeggen. Nee, wat ik dan doe is, zo Niels, wij hoeven nu niet meer naar de Efteling. Waarop dan Niels me aankijkt en zegt, hoezo daar nou? Ik zeg, nou ja, de carnaval hebben we nu al gehad. En ik kijk al die mensen aan die zitten te kijken. En die werden allemaal stuk voor stuk, werden ze rood, zo rood als een aardbei. En ze keken gelijk de andere kant op. En ik bezeek mijn eigen gewoon van lachen, want ik vind dat humor. Ik vind dat gewoon grappig. En ja, dat is dus eigenlijk een beetje de donkere humor die ik heb. Dat is gewoon mijn humor. Ik kan er niks aan doen. Ik heb ook nog wel andere humor hoor. Ook wat Jordi betreft. Maar ik zou dat ook bijvoorbeeld tegen Liam doen. Of tegen Sam. Of nou ja, hè, het kind dikkop noemen bijvoorbeeld. Ja, dat doe ik ook gerust. Maar dat doe ik niet alleen tegen Jordi. Dat doe ik ook tegen Liam. Dat doe ik ook tegen Sam. Alles wat ik tegen de andere twee doe, doe ik ook tegen Jordi. Dus ja, dat is eigenlijk een beetje, ja, ik behandel Jordi gewoon zoals een normaal kind. Het is geen normaal kind, maar ik behandel hem wel gewoon als een normaal kind. Ik praat wel tegen hem als een normaal kind. Ik wil niet dat mijn kinderen later zeggen, ja, maar jij zei zoiets niet tegen Jordi. Jawel, dat zei ik dus wel. De fiche zit erop. Ik ben even boterham aan het geven. Je hebt een vieze hand. Hier staat Sammy. Ja, Sammy kan niet meer in zijn wipstoel, want die wipstoel heb ik gisteravond gedaan. Want meneer ging voorover kukelen. Dus dan is dat een moment om te zeggen, dag. Dus die heeft hij nou niet meer. Dus ik moet hem heel even nog overeind houden, want dan het gegeten en gedronken. Dus ja. Dan moet hij even overeind blijven. En Liam is ook aan het eten. Ja. En ze zitten ondertussen Peppa Pig te kijken. Was gedaan. Zodat ik wakker zijn. Weer een nieuwe was aanzetten. Er zijn er drie wakker, hoera, hoera, dat kun je wel zien, dat zijn zij. Dag allemaal. Dat vinden wij alle zo prettig, ja ja, en daarom zingen wij blij, 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 blij. Joef! Dat dus.
eerst even zitten en die geweldige Boomba bekijken. Want anders gooit hij zijn drinkfles weg en ben ik de sjaak. Want kan ik mijn bank weer maar gaan schoonmaken. Heb je zin in? Wat ik trouwens nog niet gezegd had, is van die was, hè. Kijk, het staat hier nog steeds. Hoe ga ik er weer naar boven krijgen? Nee, dat ga ik niet doen, hè. Dat gaat Niels doen, hè. Ik ben gek. Ik heb het ook naar beneden geschouwd. Maar ga je het weer naar boven schouwen? Het is goed. We hebben de boel weer opgeruimd. Jij gaat daar nog was opruimen. Naar boven brengen. Of morgenochtend. Maar ik wil het er niet meer hebben staan morgen als jij voordat je weggaat. Ja, je hebt geen inbreng van mij nodig, toch? Nee, want dat gaat gebeuren. Oké. Nee, oké. Joep is nog even buiten aan het spelen. Juist. En ik ga zo nog even editen. En dan douchen en naar bed. Oh, je moet ook nog het bed verder opmaken. Ja. Dat moet je ook nog doen. En jouw knie aaien. Nee, dat hoef je niet. Nee, kap daarmee. Oh, echt zo'n vervelende vent heb ik ook, hè. Nou, ik hou ook van jou, jongen. Mm-hmm. Maar bij deze gaan we deze ups en dan afsluiten. Het mooiste is nog, je hebt ook nog kinderen met dezelfde streken. Yep, die zie ik elke dag. Mm-hmm. Ja. Maar we gaan deze ups en downs toch echt afsluiten. Want anders dan haal ik het einde van de avond niet meer. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.